welkom terug bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Raya Tivai en vandaag bekijken we een aantal van mijn oude video's terug. Ik ben super benieuwd. Ja, ik heb dit al eens gedaan, maar ik blijf groeien, ik blijf veranderen. Mijn stijl begint te veranderen elke keer weer, mijn haar verandert elke keer weer. Dus ik ben benieuwd wat we vandaag gaan zien. Dus zeker een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren als jullie nieuw zijn of dat nog niet hebben gedaan. En laten we snel gaan beginnen met deze cringy video. Oké, we hebben hier een video en dat is van vorige zomer, 27 juli 2017. En dat was een make-up tutorial, mijn dagelijkse make-up tutorial, zomerlook. Make-up tutorial. Ik ben heel benieuwd, dit ben ik zonder make-up. Even hier, ik had trouwens lenzen in. Laten we kijken. Oké, jongens, ik heb nu, Ik praatte ineens zo random zacht. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar ofwel als je naar het begin keek, praatte ik, hey jongens, welkom terug bij een gloednieuwe video. Omdat ik het gewoon awkward vond om tegen een camera te praten, omdat ik wist dat het uiteindelijk ging gepost worden. En soms praat ik dan op deze manier, omdat het dan letterlijk 6 uur of 5 uur in de ochtend was. Een paar uur voor ik naar school moest vertrekken, ik deze video moest maken, editen, online zetten dan op een bepaalde tijd. Voordat jullie die konden zien als jullie uit bed stapten. Dus ik moest super zacht praten, want iedereen sliep thuis. Oké, laten we kijken. Ik zie bijna niks op. Ik heb alleen een beetje mijn wenkbrauwen gedaan. Ik heb die heel natuurlijk gedaan, zoals jullie kunnen zien. Normaal zijn mijn wenkbrauwen... Mijn wenkbrauwen zijn hier mooi. Alleen, wat ik normaal doe, is met mijn video's, mijn make-up tutorials, doe ik altijd mijn wenkbrauwen eerst. Ik vind mijn... Ja, ik heb wenkbrauwen hoor. Mensen denken dat ik geen wenkbrauwen heb. Ik heb gewoon wenkbrauwen. Maar het ding is, ik vind... Ik heb heel weinig wenkbrauwen en ik heb een best rood voorhoofd. Dus dat ziet er niet mooi uit. En dat wil ik gewoon liefst niet tonen. Maar ik heb gewoon wenkbrauwen. Het ding is alleen normaal gezien als ik mijn make-up doe, begin ik eerder mijn foundation, concealer, mijn poeder. Dan ga ik verder met contouring, al die dingen, wenkbrauwen en dan de rest. En wat ik dan doe is met de make-up tutorials ga ik eerst mijn wenkbrauwen doen. Terwijl ik dat eigenlijk niet goed kan. Daarom waren mijn wenkbrauwen soms mwah. Oké, laten we verder zien. Normaal zijn mijn wenkbrauwen nog flinkier dan eigenlijk nu. Net zoals ik het hier zei. Een summer look maken. Een beetje op ja, ik doe nog steeds hetzelfde. Ik doe nog steeds poeder op mijn ooglid. Want ik heb altijd van die, omdat ik zeg maar hooded eyes heb, zeg maar. Mijn vel komt een beetje over mijn lid. Hè. Mijn lid komt erop en dan heb ik van die lijnen. Net hetzelfde als hier. Dus ik altijd heel veel poeder doen. Ik heb altijd van die lijntjes. En ik wil even naar mijn make-up kijken. Ik ga er echt niet veel aan doen. Ik begin letterlijk een beetje van die sparklings hier. En dan een beetje aan het Oké. Mijn make-up is gewoon prima, vind ik. En ik vind het zelf beter dat mijn wenkbrauwen zelf een beetje natuurlijker zijn. Maar dan kan ik een keer mijn oogschaduw een beetje opvallen. Ik vond mijn make-up gewoon prima op dat moment. Mijn kinderen. Even kijken naar het eindresultaat. Vonden, laat me ook weten in de... Oké, even kijken. Mijn wenkbrauwen waren oké. Mijn neus was oranje. Dit gedeelte is oranje. Ik was hier veel te wit. Nee. Ik had ook geen softbox op dat moment. Dus ik moest dat letterlijk met van die spotlightjes doen. Dat waren zelf deze die daar hangen. Van die kleine lichtjes die je normaal een nachtkastje doet van de IKEA. En die gebruikte ik zelf. Letterlijk, ik had geen geld om dat te kopen. Nu heb ik eindelijk gelukkig twee softboxen. Maar ja, ik was oranje hier. Ik was hier te wit. Ik was hier te oranje. Ja. Niet zo super mooi. Nee. Maar ik wil een andere kijken. My full birthday glam look by Raya Tivai. Oké, laten we kijken. Yeah. Oké. Wat vind ik mooi? Ik heb een tijd gehad dat ik heel vaak mijn lippen overlijnde. En dat was eerst begonnen met normaal. En dat was dan een klein beetje hier extra. Ik heb gewoon gevulde lippen hoor. Dat is dat niet. Ik kijk echt heel creepy trouwens. En dan kreeg ik een moment dat ik echt heel erg mijn lippen begon te overlijnen. En dan was het uiteindelijk echt clownsachtig. Ik ben blij dat ik het niet meer doe. Ik draag bijna nooit meer lippenstift. Ik draag altijd lipgloss. Een hele goeie. Letterlijk. Besef, ik had er een van Dior van 40 euro. Terwijl ik er nu in gebruik van 50 cent van de Primark. Die is super goed. Die is een beetje plakkerig. Maar love it. Laten we verder kijken. Mijn wenkbrauwen. Goh, wat vind ik van mijn wenkbrauwen? Mijn wenkbrauwen vond ik niet zo mooi. Ik had op het moment dat ik al begon te tekenen in strokes. Is nu. Oh, ik had allemaal foundation in mijn haar. Ik heb altijd een tijd gehad. En ik draag nog steeds van die banden in mijn haar. Wanneer ik mijn make-up doe. Maar ik ging te ver of zo met mijn poeder. Want dat heb ik bijna nu nooit meer. Als ik dat een beetje heb, dan doe ik zo. En dan is dat weg. Ja,
Goh. Ja. Was wel, ik vond het wel een mooie look voor mijn verjaardag. Zeker, 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 zeker. Ik gebruikte toen altijd nog de MAC foundation, dat weet ik nog. Dan de highlighter. Het ziet er wel cool uit. Soft and gentle heb ik nog steeds. Had ik hier mijn lippen overlijnd? Ik denk het wel. Ja, uiteindelijk had ik mijn lippen normaal overlijnd. Maar zie, mijn lippen zijn gewoon prima. Ja, hier overlijnde ik het. Je kon het zien. Hier overlijnde ik een beetje mijn lippen. Zie, hier dit gedeelte stopt mijn lippen. En dit overlijnde ik. Maar hier ging niet over. Eigenlijk uiteindelijk wat te doen is, ik ging zo. Ja. Dan mijn standaard lippenstift die ik altijd gebruikte. En dan valse wimpers. Eigenlijk wil ik terug valse wimpers aan, maar niet meer zulke valse wimpers. Maar gewoon natural. Natural. Ja, ik vond het een mooie look. Ik had altijd last van, zeg maar, mijn valse wimpers loskwamen. Zeg maar in het midden. Hier in het midden, aan de binnenkant. Omdat ik, zeg maar, lopende ogen heb. Als er een beetje wind komt in mijn ogen, begin mijn ogen te tranen. En daarom kwam je altijd los. Ik kreeg altijd commentaar. Oké, we hebben hier de Dorito Roulette Challenge. Gaat helemaal fout, zat in de titel. Mijn gloednieuwe video bijna aan het rijden, T-Fi. En vandaag heb ik een... Oh my god, ik had echt zulke slechte belichting. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar mijn make-up was niet meer zo on fleek. Ik heb een tijd gehad dat mijn make-up echt heel on fleek was. Dat ik dacht van, wauw, damn girl, she looks fine. En ik heb een tijd gehad dat ik dacht van, I don't feel myself anymore. Ik heb het nu tijdelijk ook met mijn haar, nu zit dat letterlijk in een dot. Ik heb geen probleem daarmee, het ziet er mooi uit met mijn outfit. Maar ik heb gewoon, soms heb ik tijden en momenten dat ik iets niet meer mooi vind, zeg maar. Laten we kijken. Mm. Oh, dat vind ik zo satisfying. Ik ben precies, ik ben letterlijk ASMR toen. Ik ben gewoon chips aan het eten en ik ga ja. Oh, ik smaak wel heel erg. Ik smaak wel heel, heel erg. Oké. Okay. Deze is best wel heet. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik weet niet. Oh ja, het was een moment dat ik een heet had genomen. Ik heb nog nooit, zeg maar, ik had dat nog nooit gedaan. En zeg maar, het was zo heet, ik moest een hele fles melk drinken. Zie je, ik begon gewoon een fles melk te drinken. Ik heb zoveel pijn, jongens. Ik had echt pijn, jongens. Ik was niet aan het overdreven, ik was niet aan het fake. Ik vind het een saaie video als ik nu terugkijk. Maar mijn mond was echt in brand. Laten we kijken naar een andere video. Oké, dit was 10 december 2017, wanneer ik mijn auto had. Mijn eerste, allereerste Fiat 500 die ik nog steeds heb. Hey allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. Mijn naam is Fry TV. En vandaag heb ik mij eindelijk, na zoveel aanvraag, mijn car tour. Mijn auto had ik al, die was al betaald rond de september. Dus 4 maanden ervoor ongeveer. Maar het ding was, ik had nog geen rijbewijs. Ik was nog aan het leren. Ik had nog mijn cursus voor zeg maar, alleen te mogen rijden. Dus ik had nog niks van een voorlopig rijbewijs. Dus die stond al een keer in de garage. Dus ik kon die niet filmen. Ik moest wachten. Ik was ongeduldig. En vanaf toen mocht ik eindelijk mijn auto filmen. Tijdens het laatste super tof zijn. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Voor daar binnenkomen en ook bij je koffer. En als dit rood is, is je auto helemaal afgesloten. Die zijn handig voor, ja, van die prulletjes of van die etiketjes. Daar zit nu mijn klein mini-spreetje in met ruitenspray. Ik heb altijd een klein flesje die daar nu in zit, in dat klein gleufje. Dat is een klein spreetje waar ruitenspray in zit. Dat is normaal voor je ruitenwassen, maar daar kijk ik ook altijd mijn raam en mijn gsm mee. Dan ontvet die en zo, wordt die heel clean. En wat ik dan doe is, ik heb zo'n klein flesje in de auto zitten met altijd heel veel zakdoeken. En als ik dan bijvoorbeeld een vuil raam heb, of een vuil spiegel, of buitenspiegels zijn vuil waar je niet door kunt kijken, dan veeg je dat af en is alles weer clean. Altijd handig om in je auto te hebben. Zelfs vanachter heb ik een hele fles staan zelfs. Om te gooien. Dit is eigenlijk al een mijn car tour en ineens een what's in my car. Dus ja, maakt niet uit. Dan heb ik hier een bril. Ik heb hier al een bril in zitten. Ja, want je hebt hier ook van die zon. Mijn auto is toen echt nog leeg. Die is al meest. Oh ja, dat kan natuurlijk niet. Mijn auto moet aangesloten zijn. Dus. Hoeveel kilometer had ik toen eigenlijk? Ik ben nu ook benieuwd hoeveel kilometers in mijn auto stonden. Op mijn auto. We hebben hier het dashboard en van alles. 232
20 kilometer. Oh, zo cute. Ja, het is op 10 kilometer op. Natuurlijk van de garage naar daar rijden en daar. Maar er was een gloednieuwe auto. Oh my god, zo cute. Hopsta, ik ken hier nog niet alles van. Maar goed, ik heb de tijd even goed gezet, want die stond nog op zomeruur. Dat is de datum van vandaag. Ja, oh, dat vond ik echt, ja, dat was cute. Ja. Ik heb er nu 1600 kilometer op staan, dat is natuurlijk ook niks. Maar zo zie je maar, daar verschiet je echt van natuurlijk, hè? Ja, dat is zo bizar dat de tijd zo snel gaat. Ik rij al meer dan een half jaar in mijn auto nu. Dat is zo snel dat het gaat. Ik bedoel, ik ga binnen drie maanden ga ik mijn examen doen. Dus ik hoop dat ik er dan door ben, dat heb ik mijn echt rijbewijs. Dus dan mogen er mensen in mijn auto zitten, dan mag ik naar het buitenland rijden. Dat is super tof. Ja, de tijd, het gaat zo snel. Het was toen ook 5 graden, nu is het weer super warm. Dan heb ik nog een vlog bezig, dus van toen ik mijn de sleutel kwijt was. Komt weer online. Oké jongens, ik heb altijd mijn muts op. Ik ga mijn gel even niet aandoen. Altijd had ik mijn muts op, omdat ik te lui was om mijn haar te stylen. Dus ik had even muts op, sjaal aan en een vest aan. Dat was gewoon prima, zag er gewoon mooi uit. Of het nog zwarte was. Ik heb rekening China, ik moet een uur wachten. Oh ja, dat was het moment. Dus toen ik zeg maar, mijn mama haar wasmachine was kapot, dus ik ging bij Job even wassen. Uiteindelijk hebben wij een nieuwe wasmachine gekocht natuurlijk, maar het was even voor dat moment, ja, we hadden heel veel was, er moest gewassen worden. En op dat moment even geen wasmachine. Dat was Job zijn oude appartement. Dat is wel allemaal nat, maar het is al throwbacks. Dat het uit de wasmachine zelf komt. Dus dit ga ik zo in deze zak stoppen. En dan ga ik vertrekken, want ik heb nog maar 6 minuten ongeveer. Oh, kijk. Wanneer ik terug moet zijn. Dat ik terug bij de auto moet zijn. Ik ga het echt wel voor. Dat is zo raar om te zien dat we dan, ik en Job, daar een hele lange tijd hebben gewoond. En dat we dan ineens, ja, nu wonen we ergens anders in Antwerpen en dat we ergens anders. Dat is gewoon zo apart, ja. Dat was een moment toen we alles een beetje aan het inpakken waren. Dat was wel heel erg leuk, ja. En als laatste, wanneer ik een dag met Job naar de dierentuin ging. Oh my god. Ik ben nu in een vlinderding. Voor vlinders, het is super warm. Ik woon op de vlog zonder ik wist wat ik ging zeggen, zeg maar. Ik doe mijn camera aan. We zijn nu in een vlinderding. In plaats dat ik even nadenk van wat ik ga zeggen. Van, hey jongens, we zijn nu in een ik wist nog niet wat ik ging zeggen. We zijn nu in een vlinderterre. En het is hier super warm en blablabla. Nee, ik ging even. Ik liet het allemaal in, hè. Want ik was echt erg. Nog een klein stukje er dan van. Dat is mooi. Dat is door. Oh, dat is een. Dat ken je wel. Hier is nieuw. Dit was in de zoo van Antwerpen en dan had je een bepaalde plek met allemaal van die hele grote ramen. En dat zag er heel cool uit. Misschien kan ik, heb ik echt gefilmd dat het eruit zag. Van verder dan toch. Zie je, dat was een hele lange gal met allemaal van die ramen. Dat was wel heel mooi, inderdaad. Het was gewoon cute om te zien. Het is zo'n hele hal en had je allemaal raam. En dan vanachter of daar had je een super groot raam met allemaal vissen. Hele mooie vissen. Maar voor nu ga ik het afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe zeker een duimpje omhoog. Laat me weten in de comments welke video's ik vaker moet maken op mijn kanaal. Dus duimpje. Reageer, abonneer en tot morgen. Adios.